Ik ben Bruno Grijsels, ik ben directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en zit een aantal bestuurscomité's voor medische prijzen voor van de Koning Boudewijn Stichting. De Koning Boudewijn Stichting beheert een groot aantal prijzen van mensen die beslist hebben van hun nalatenschap ten dienste te stellen van de wetenschap, in dit geval de medische wetenschap. En één daarvan is de prijs Drué Eerdekens. Deze prijzen zijn zeer vaak echt nuttig om mensen in het begin of in het midden van hun carrière een steuntje te geven. Want dat is geld dat ze kunnen besteden naar eigen inzicht voor hun onderzoek. Meneer Drué was persoonlijk en ook in zijn familiekring zwaar getroffen door de ziekte van Parkinson. En heeft toen hij zijn einde voelde naderen in zijn testament laten opnemen, mede namens zijn echtgenote, dat hij het grootste deel van zijn nalatenschap wilde besteden aan het onderzoek naar nieuwe middelen tegen de ziekte van Parkinson. De prijs zelf wordt toegekend door een selectiecommissie die bestaat uit onafhankelijke topwetenschappers in het gebied. Zij hebben dit jaar professor Taimans voorgesteld van de Katholieke Universiteit Leuven, die heel mooi en vooruitstrevend werk doet op de genetische basis van Parkinson. En waarschijnlijk zit toch in die genetische basis een van de belangrijke aanknooppunten voor mogelijke nieuwe therapieën. Ik ben Jean-Marc Taimans van de Katholieke Universiteit Leuven en ik ben verbonden aan het Laboratorium voor Neurobiologie en Gentherapie. En onze onderzoeksgroep houdt zich bezig met onderzoek naar de moleculaire oorzaken van de ziekte van Parkinson. Nu is de ziekte van Parkinson de meest voorkomende neurodegeneratieve bewegingsstoornis. En wereldwijd betreft het een 4 miljoen patiënten. En dat betekent dus voor België een 30.000-tal patiënten. Deze bewegingsstoornissen zijn het gevolg van het doodgaan van een bepaalde soort neuronen, namelijk neuronen die dopamine produceren. En het is net het tekort aan dopamine die deze bewegingsproblemen met zich meebrengen. Er bestaan sinds ongeveer 4 decennia, moet ik zeggen, therapieën gebaseerd op het vervangen van de dopamine in de hersenen. En deze therapieën zijn nog steeds de meest gebruikte therapieën voor de ziekte van Parkinson vandaag. Het nadeel van deze symptomatische behandeling is dat het niet ingrijpt op de oorzaak van de ziekte. Het grijpt niet in op de processen die aanleiding geven tot het doodgaan van de dopamine producerende cellen. En dus is er nu met de vergrijzing van onze bevolking een grote medische nood om nieuwe therapieën te ontwikkelen die net deze celdood van dopaminerge cellen kan tegengaan. Het is namelijk nu dat wij in een genomische tijdperk zijn. Het humaan genoom is nu sinds meer dan een decennium volledig gekend. En uit genetische studies weet men sinds ook iets meer dan een decennium dat er een aantal genetische factoren zijn die betrokken zijn in de ziekte van Parkinson. En door de studie van deze genen kan men eigenlijk de mechanismen, de echte moleculaire en cellulaire mechanismen gaan identificeren die leiden tot de ziekte. En dat is eigenlijk de hoofdtaak van het werk dat wij doen in het laboratorium. Ik ben vereerd dat onze onderzoeksgroep de prijs Drué Eerdekens, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, heeft gekregen. En het project dat nu gesteund zal worden door deze prijs gaat over het bestuderen van de signaleringseigenschappen van het leucine rich repeat kinase 2 gen, meer bepaald LRRK2. Het is een zeer groot gen die verantwoordelijk is voor de meeste genetische gevallen van de ziekte van Parkinson. Doordat men weet dat LRRK2 ontregeld raakt in de ziekte, gaat men op deze wijze de ontregeling van LRRK2 kunnen moleculair beschrijven. En hierop gaat men kunnen ingrijpen om een mogelijke therapie te ontwikkelen. Het gaat om processen waar het mogelijk gaat zijn om met kleine stoffen, farmaca, in te grijpen om deze ontregelde functie recht te zetten. En het is de hoop dat deze medicatie die ingaat tegen de ontregelde mechanismen van LRRK2 zou kunnen aanleiding geven tot de eerste preventieve therapie voor de ziekte van Parkinson.